uitpas, hebben jullie dat al? Nee, nog niet. We geven aan de, per gezin aan de nieuwe inwoners één gratis uitpas. Ja. Kan die tot eind deze maand in het stadhuis gaan halen. Ja. Nienhoven is een stadje aan de Dender waar het aangenaam wonen, werken, winkelen, ondernemen en feesten is. Dit in tegenstelling natuurlijk met het beeld die de voorbije maanden van onze prachtige stad werd geschetst. Wat we allemaal heel jammer vinden. Ik kom van Wiswezel, uit de Noorderkempen, tegen de Hollandse grens. Hoe komt u hier eigenlijk terecht, van zo ver eigenlijk naar hier gekomen? Ja, dat is een afspraak met mijn echtgenote. Die is van deze regio. En dus van het moment dat ik op pensioen zou zijn, zouden wij naar hier komen wonen. En belofte maakt schuld, hè. Vandaar. En wat vindt u van de omgeving hier? Wat vindt u van Nienhoven zelf eigenlijk? Ja, ik vind de stad geweldig. Want ik kom uit het platteland, dus voor mij is dat een hele aanpassing. Ja, veel ambiance, veel leven enzovoort. En waar dat wij nu wonen, dat is bijzonder rustig. En ja, dat doet wel iets met de mensen. Niet een beetje problemen met ons dialect hier in Nienhoven? Want het dialect is wel anders, hè, dan bij jullie? Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Een kleine anekdote. Helemaal in het begin, verbouwingswerken. En ik had dan ook verkeersborden nodig. Die moest ik gaan halen in het gemeentemagazijn. En ja, de allereerste keer dat ik daartoe kwam, ja, heb ik even toch moeten nadenken, met mijn ogen zo wat gefronst. Wat is me dat hier? En op een bepaald moment op die deur aan de buitenzijde, daar hangt zo'n blad op voor de buitenlanders, die dan de taal echt niet machtig zijn, van een tolk mee te brengen. Ik zeg, dat is goed, ik neem de volgende keer mijn vrouw mee. U bent hier gelukkig, u bent hier tevreden. Ja, ik ben content. Ik ben content. Jawel. Ik heb een kleine moestuin aangelegd enzovoort. En dat gaat bijzonder goed. Waar woont u juist? In de Gerasbergse straat. Niet zo ver van hier, hè? Nee. Dat is even wandelen, hè? Ja. Dat is het verschil met het platteland. Vroeger was het altijd met een auto voor een broodweg. Ja. Of voor een pak friet. Nu doen we dat allemaal te voet. Dat is veel gezonder. Hoe bent u hier terechtgekomen eigenlijk? Voor de liefde. Voor de liefde? Ja, voor de liefde, ja. Een jaar of 5 geleden, voor de liefde. Ja. En ik kom van Volleszeel, hè. Ja. En wat vindt u persoonlijk zelf van deze omgeving van Nienhoven en de stad en zo? Ik vind het... Ik kom uit de stad oorspronkelijk. Ik ben geboren in Kortrijk. Ik heb 25 jaar in de stad gewoond. Maar ik hou ook van de natuur. En dat was een beetje een dilemma. Nienhoven, gaat dat wel lukken? Maar eigenlijk valt het heel goed mee. Het is een bruisende stad, hè? Het is een zeer bruisende stad. Er is heel veel te doen en... Op 10 minuutjes te voet van het centrum ben je eigenlijk al direct in het groen. Dus dat is fantastisch, dat vind ik heel goed. Uit welke gemeente kwam je? Uit Zelk. Maar ik zeg het, we zijn voor beroepsreden zijn we terug naar hier gekomen. Eerst naar Zelk gaan wonen voor beroepsreden en dan terug naar hier gekomen. Ja. Ja. Dus ik kende de stad eigenlijk al heel goed? Dat ik zo groot was. Ja. Ik zijn veel mensen die hier rondlopen die weten in feite wat dat Nienhoven is. Ik heb hier veel zien veranderen in Nienhoven. En ik heb eigenlijk nooit in Nienhoven weg geweest, want mijn ouders hebben altijd in Nienhoven gewoond en ik kwam regelmatig naar Nienhoven. Wat vindt u van het idee eigenlijk dat de stad zoiets doet voor jullie? Dat is wel leuk, ja. Zo leer je ook een keer de andere mensen zien en zo. En dat is een goed initiatief, denk ik. En van waar komt u juist? Wij komen nu van Denderlee. En naar Nienhoven komen wonen? Terug weer naar Nienhoven komen wonen, ja. Waarvoor de stap gemaakt van Denderlee naar Nienhoven? We hebben altijd bij haar moeder gewoond en dus nu hebben we die stap weer gemaakt naar Nienhoven. Daarmee omdat de dochter hier naar school en alles gaat. Wat vindt u persoonlijk zelf van onze stad? Ja, dat is nog redelijk goed en alles. Het is allemaal in orde en zo. Het is toch beter dan in Denderlee nog. Dus. U bent tevreden hier? Ja, ik ben zeer tevreden hier. En de stad die bruist en die leeft, hè? Ja, ze leeft en ze doen alle initiatieven en zo. Ja. Dus op alle gebieden van carnaval en zo is het allemaal goed geregeld hier. Dus. En wat vindt u van het idee van vandaag? Tof dat de nieuwe inwoners hier ontvangen worden, zeg maar. Ja. Mijn stad ligt mezelf erg nauw aan het hart. Proficiat allemaal met jullie nieuwe start. Men zegt het ho! Ninos Media is het regionale nieuwsmedium voor Nienhoven en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Nienhoven en de Denderstreek op ninofmedia@telenet.be of 0495 69 32 72.